Het probleem waar ik tegenaan loop is, ik heb hier een vrachtwagen staan, alleen op het moment dat ik daarin ga en probeer die concrete slab op te pakken of weg te rijden, dan loopt mijn game vast. Dus best kunnen we voorlopig nog even niet doen met die concrete slab. Dus ga even kijken om de overige dingen in ieder geval te doen. En dan zien we wel hoe en wat. Kan zetten. Kijk, al hoog genoeg zijn. Zo. Zakken. Nou. Dus wat ik ga doen, ik ga nog even kijken voor de unlocks te pakken. Upgrades. Eventueel kijken of ik hem hier weg krijg. Alhoewel ik dan eindelijk wel een issue ga krijgen. Even kijken, de radio antenne die zit hier om te scrollen. Op zich kunnen we kunnen hier tanken. Daar kunnen we tanken, sorry. Dat repairs. Dat is een gewone trailer. Kan ik aanhaken? Hier de situatie. Dat is een autootje wat in de dingen staat. Dus als ik dan alweer een nieuwe truck gekocht, heb ik wel even groen dat ik weet dat dat de extra truck is. Gaan we eens even kijken of we die uit het water kunnen halen. Mijn game heeft er ontzettend moeilijk mee van tijd tot tijd. Sowieso de settings dadelijk even wat lager zetten voor de zekerheid. Even kijken of dat helpt. Ik heb alles op ultra staan. High zetten, kijken of dat in ieder geval alvast helpt, FPS-wise. Nog niet willen we het zijn. Nou, we hebben hier natuurlijk ook een hoop van die zooi liggen. Beter wordt verder van de garage af. Hè. Het trouwens slaps, volgens mij wel, hè? Zijn bloks. Op bloks op de grond. Zeg, de game heeft er wel momenteel moeite mee. En omdat hij al die items in het spawnen is, die quest items. Ik ben ook niet de enige met dat probleem waar we gisteren dat clipje van hadden. Er zijn er behoorlijk wat. Dat alleen het mooie clipje waarin het gebeurde dat ik aangereden kwam en ze daadwerkelijk zien spawnen. De meeste hebben een replay dat het alleen maar ziet liggen. Toch even de game opnieuw starten. Kijken of dat helpt. Nu ik hem iets teruggezet heb. Anders moeten we nog wat verder terug in de settings. Ik ben zelfs de save file aan het kijken geweest. Eerst natuurlijk even kopie gemaakt en dan de kopie kijken. Voor het geval dat ik wat verkeerd doe. Maar ook daar kon ik niet echt iets vinden dat ik mijn truck in ieder geval terug naar de garage kon zetten. Dat zou voor mij genoeg zijn geweest. Maar ik vind wel verwijzingen naar de trucks. Maar ik heb nog niet 1, 2, 3 kunnen vinden hoe ik terug naar de garage zet. Dus ja.
Dan doen we het maar gewoon zo terugkopen. Gelukkig wordt dat cash voor. Ik heb wel mijn andere stuk moeten verkopen, die grote. Dat dan weer wel. Wat het moet zijn, hè? Ligt dat aan mij? Dat autootje eruit halen. Dan trailer weer op te halen. Even kan. Nee, dus de trailer de andere kant in van de auto. Hé, giraf meneer. Ja, want we hadden gisteren toch dat leuke clipje van dat quest, van die quest items. Het is alleen een beetje erger geworden. Zo erg dat ik een van mijn trucks gewoon niet meer kan gebruiken op dit moment. Opties nog verder terugzetten. Ik vind dit echt niet gaaf momenteel. Ik hoop dat ze daar vlug een update voor gaan doen. Om van ultra terug naar medium te moeten is toch wel heel extreem. Ik heb nou één truck bij Concrete Slab staan, bij een drilling ding hier in de map. En op het moment dat ik erin ga en of de slab probeer op te pakken of weg probeer te rijden, dan hangt mijn game. Omdat hij nu waarschijnlijk al die slabs probeert in te spawnen. Maar dat lukt hem niet, dus het gaat goed mis om zo maar te zeggen. Dan hangt mijn game. Dus ja, we zullen maar even de upgrades pakken, wat andere eenvoudige quests die we eventueel kunnen doen en doen. En dan hopen dat ze vlug daar een patch voor uitbrengen. We gewoon weer lekker kunnen amuseren. Maar ik zal dus van deze map af moeten. Even kijken, hier hadden we een radio tower. Ik denk sowieso niet dat ik hier met mijn truck doorheen moet gaan rijden. In ieder geval niet met deze. Ik denk doen, dus ik met daar ga proberen hierbij aan moeten komen en daar ook omhoog, want hier door het moeras dat zie ik mezelf nog niet doen. Hier gewoon even kijken om die trailer te halen. Dan een quest te completen. Dat is nog niet wat het moet zijn zo te zien. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze vannacht een patch zouden uitbrengen. Maar helaas. Ik weet ook niet. Zijn dat Amerikanen? Dus die hebben natuurlijk in ieder geval geen feestdag morgen. Dus goede hoop dat er vandaag een patch dan misschien komt. Ik weet niet of ze East Coast of West Coast zitten. Dus of ze nu in de middag zitten of daadwerkelijk al
Net in de ochtend. Dus ja, dat is een klein issuetje, al die quest items momenteel in mijn game. En ook niet meer in de buurt van zulke quest items, in ieder geval op deze map komen. En de screenshots die ik gezien heb, is het allemaal op deze map trouwens. De officiële forums. Dat is op zich aan de ene kant ook wel veelbelovend. Kijken we dadelijk gewoon om naar de andere map te gaan, want daar heb ik toch mijn bug nog staan. Dan ga ik daar kijken om wat quests te doen. Dan kunnen we dan morgen verder met die map, eventueel map 4. Woensdag varen. Of verder met 4, of kunnen we eindelijk in Alaska gaan kijken. Maar dan hoop ik eigenlijk dat het nu wel gepatcht is. En een truck kan weghalen. Kan ik desnoods verkopen of deze verkopen. Een cash heb voor trucks halen in Alaska. Want ik heb het gevoel dat deze trucks daar niet voor vol staan. En loop hier staan. Voor het water heen ben. Ik heb FX handmatig nog wat lager kunnen zetten. Dit heeft me helemaal niks dat gestoot. Ah, is beter. Opening is even uit. Kijk, object quality. Terug naar hoe zetten. Waarom blijft simulatie? Even op medium. Water quality. Maar hebben we weer low en high. Ook. Edge. Of ik ga het gewoon zelf allemaal uitzetten. Ik zal wel even moeten totdat het opgelost is, helaas. Dan ziet het maar wat minder mooi uit, maar het staat in ieder geval. Enigszins vloeiend loopt, dan ben ik in ieder geval happy voor vanavond. Oh, dit loopt echt niet vloeiend. Zeker dat ik mijn PC eens even. Oh, rem. Rebooten. Just in case.
Bijna niet te spelen zo. Physical. Ah, wat een goeie. Wacht eens even. Hi, en dan situatie. Low. Dat helpen. Natuurlijk in de buurt van die beste objecten. Wel heel nasty hier, dit boom. Mijn buur van quest items. Zegt mijn game. Ik ben benieuwd of dat dadelijk ook weer vasthangt. Maar ja. Niet heel veel over te zeggen, eerlijk gezegd. Dus laat ik maar eens kijken of een andere map beter is. Dus, performance. Misschien naar de andere kant van deze map. Wat ligt hier in één keer? Fuck. Ben ik zo verkeerd gereden? Hier hoort toch helemaal geen kast uit om te liggen? Wat is dit? Een moment of zo. Oh, dat is gewoon een kast die ik actief heb.
Ik wonder dat mijn systeem het zo moeite heeft. Hoop ik dat ik deze wel op kan pakken. Tim's House staan namelijk. Zou dat misschien ook de oorzaak van het probleem zijn? Want ik kon niet zien waar dat die waren. Zit dat dan met die cement slabs bij de drilling site? Nee, verkeerd knop. Los. Hier is het echt wachtwagen. Nou, zien we wel of dit gaat lukken. En misschien nog een beetje meevallig ook. De vraag wat hier achter die bocht gaat. Rustig aan alweer.
Oh ja, dat is deze. Maar een Loki zet de vlak aan. Dan we met onze vrachtwagen al niet. Dat hij wel de fuel eraan had. Moet ik zeggen, maar. In ieder geval minder moeite mee als mijn truck. Dit nu wordt mijn ene. We zijn belast, dus door niet. Ik zo aan. Door de paaltjes heen kunnen, dat maakt het alleen maar makkelijker. Ik had het gevoel dat het iets beter is omdat ik de simulatiespeed naar beneden heb gegooid, maar ik kan nog niet echt zeggen dat ik beter ben. Denk hier.
Dan kan ik die quest aanzetten. Daar nou. Oké. Even doen. De lek ook weg. Wauw. Gewoon omdat er zoveel. Oké. Okay. Dan terug op. Simulatie ultra. Ultra. Zo. Ik weet niet eens of mijn stem er aan kan. Weer. Ligt het aan mij of flikkert het heel erg? Kunnen jullie dat ook zien of dat alleen mijn PC lijkt alsof het scherm de hele tijd aan en uit gaat? Hij er nog moeite mee heeft. Met coderen. Ach, als max aan. Nou, dan gaan we gewoon eens 4 proberen. Dat het werkt. Dus wij zijn in ieder geval minder. Een PC vindt dit goed nog niet leuk. Even proberen. Wil? Af of ook die setting is. Dat deze is. Is toch wel die MX ervaar. Fok ik. Weer eens aan. Dus wat hij nou doet. Ook zijn dat de game opnieuw in stap start voor dat. Ziet er beter uit. Het ziet er beter uit. Eens kijken of we hier zo doorheen kunnen banjeren. Of dat we hem weer in een lagere versnelling moeten zetten. Ik wel even kijken of ik cement kan ophalen. Dat ik die quest klaar heb.
Dat moet ik echt wel mijn olwild hebben. Hè. Eens proberen zonder. Was er bijna. Ik heb in ieder geval geen cargo. Maar dan ga ik. Dan is dat gewoon echt de markering van. Ik denk wat het probleem is. Quest items. Kijk wat. Deze in de buurt. Kijk of ik dat cement kan doen. Die cement quest. Die in ieder geval desnoods klaar hebben. Ik zet die wel pas aan als we daar in de buurt zijn. Dat we in ieder geval die lag niet hebben. Wat nou concrete slabs ook eens deden. Ik denk dat dat de issue is. Die barrels en dingen zijn allemaal redelijk licht. Barrels en die cementzakken, om zo maar te zeggen. En ook in plek cargo's. Wel concrete slab 2 is. Dus of een hogere truck hebben, of een andere truck waar ik wel een snorkel op kan zetten, of goed level 16 worden, maar dat zie ik ook nog even niet gebeuren. Voordat ik in ieder geval met deze truck die trailer kan gaan halen. Kan ik wel met mijn scout die kant op. Of straks met de truck terugkomen natuurlijk. Dat zou ik wel een paar keer moeten krijgen. We hebben daar nog die service trailer staan. We hebben nog gas staan. En hoe lastig het ook was om, om dat daar te krijgen. Zal ik die straks toch moeten inleveren om het zo maar te zeggen. En ook die cash wil ik terug voordat ik naar Alaska ga. Dat is misschien tegen het einde van de week. Misschien hebben we dan al een patch gehad. Maar eigenlijk de state van alle items op de grond moeten resetten als je de save game laat. Ik denk dat dat een hele hoop issues oplost. Gewoon op het moment dat je inlaat. Alle items die op de grond liggen, gewoon verwijderd. Dat dat op enige manier is. Dat te doen op het moment dat je dan de quest weer opnieuw aanzet, dat die dan spawnt. Nu heb ik een hele hoop barrels daar in het water liggen, waar ik helemaal niks aan heb. Stukje.
daar nog een stuk waar we schuin hangen. Nou, gods aan een bom. Dat is hier. Ik heb geluk dat ik het net haaks. Over de beeld heen ging. Dus hier hangen we. Alweer tegen die bom aan. Nou, hetzelfde trucje als net. Quest in ieder geval maar weer aanzetten. Lostbacks was dat. Start trek ik. Krijgen we weer lag. Pop. Ja, inderdaad. Dus op het moment dat je trekken aanzet, dan is het gedaan met games. Zijn je moet best aan. Oh nee. Kut. Fuck. En is alt. Mijn winch doet het nog. Nieuw. Dat doet die lek. Heeft de lek mij hier nu gered? Gaan we die weer eerst verder toe trekken. Dan staan we nog wel mogen doen. Even draaien, dat duurt altijd even.
makkelijk. Binnen trekken. Draaien en binnen trekken tegelijk. Even een stukje met lek en dan is dat ook weer klaar voor nu. Alleen even voorzichtig ben je dat en ik oud gaat. Uit de buurt van die andere twee punten blijven. Als daar ook nog menszakken uit gaan springen, dan denk ik niet dat de simulatie nog heel lang heel blijft. Ook wel een probleem. Deze oversteek. Oh, ik draai hoi. Nog is deze quest klaar. Ik wil dat trekken uitzetten en dan is de lijk ook weer weg. Kan ik ook niet echt ergens op reageren. We zijn er alweer bijna. Is dat alweer de fueltanker? Ik ga weer door dat gat wat we net gemaakt hebben. Zo, gauw inleveren. Bam. Oh, ah, wegleggen.
Kijk. Ja, dat heeft geen man polding te doen, anders ben ik mijn bedenken. Ik krijg me toch alleen maar vast daar in het water. Ja, ik kan kijken hier op de overstreep door te gaan halen, alvast. Wel, laat hij maar staan. Recover, yes. 1. Marshall. Je hebt inderdaad een ding boven zitten. Marshall kan geen trailer trekken. Dat is wel jammer. Ja, dan kan ik wel die antenne quest even doen. Wacht. Doe ik offline wel. Ja, gewoon. Er staat ook bij geen garage. Even kijken, hier stond mijn truck. Die was wel zwaar beschadigd. Oh, die is helemaal gerepareerd. En helemaal gevuld. Oh, dat is goed om te weten. Even kijken, wat hebben we hier op liggen? 1 ijzer en 2 concrete. We hadden een aantal kwesten van hem. Powerlines, ijzer. Is dat een pol? Is dat een pol? Ja, de pol daar. Oké, kunnen we daar overal wel komen? Waar is die trailer? Inderdaad, aanstaan. Oh, je moet concrete 2 naartoe. Oh, dan mag pas na die trailer. Wacht, waar staat die trailer? Ik ga even kijken of ik kan doen. Oh, dat is die trailer. Huh. Moet ik even met de vrachtwagen ophalen. Maar dat kunnen we doen. Dat kunnen we doen. We hebben hier ook trailerstores.